Vaandelroep. Hoofd. Front. Vaandelroep. Voorwaarts. Mars. Ja, vandaag is de commando-overdracht van het commando landstrijdkracht. Na 4,5 jaar draag ik het over aan de generaal Jan Swillens. Ja, en ik mag wel zeggen, een zeer turbulente tijd. De tijd van dat we begonnen met een landmacht die uitgemergeld was. Te veel missies met te weinig mensen, te weinig spullen, te weinig geld. Ja, dat is radicaal veranderd. En je zou kunnen zeggen, het ging goed met de wereld en slecht met de landmacht. Het gaat nu goed met de landmacht, maar een stuk minder met de wereld. Het was natuurlijk voor de hele landmacht, maar ook voor de leider daarvan, voor Martin Wijn natuurlijk een bijzondere tijd. Want je gaat van een tijd van krimp naar een tijd van groei. Dat vraagt een hele andere mindset. Van hoe kijk je naar de organisatie? Dat is natuurlijk bij heel Defensie, maar de landmacht raakt dat natuurlijk helemaal. We hebben COVID gehad, corona, waarbij ik vaak een beroep gedaan is op de landmacht. We hebben allerlei andere ellende gehad, zoals de watersnood in Limburg, waarbij jullie er gewoon zijn en meteen inspringen. Ik was er zelf, ik heb het gezien en dan brengt dat zoveel rust bij de bevolking. Oh, dat zijn onze militairen, fijn dat ze er zijn. Meteen het gevoel van in control. En we hebben natuurlijk sinds 2022 de verschrikkelijke Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. Wat natuurlijk ook van alles vraagt van Defensie hier. Het aannemen van dit zaal ontheft u van de functie als commandant van strijdkrachten. Hierbij aanvaard ik het commando over de landstrijdkrachten. Ik heb zojuist het commando overgenomen over de Koninklijke Landmacht. Het is natuurlijk een ongelooflijk eervolle baan waar ik ook enorm veel zin in heb. En de afgelopen 3 weken heb ik vooral gebruikt om bij de eenheden op bezoek te gaan. Ook om de staf van de landmacht te leren kennen. En wat ik zie, dat is enorm veel positieve energie. En ik zie ook dat we echt veel te doen hebben en dat de klok tikt. Dus we moeten vol gas doorgaan met de plannen die mijn voorganger heeft ingezet. En daar ben ik helemaal klaar voor. Bij de commandooverdracht van de Koninklijke Landmacht tussen de luitenant-generaal Wijnen en de luitenant-generaal Swillens mochten we een mooie onderscheiding uitreiken. En de luitenant-generaal Wijnen heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. En als dank voor eigenlijk al het werk wat hij in de afgelopen periode voor de landmacht heeft gedaan. Moeilijke periode heen geloodst, wederopbouw gedaan van de Koninklijke Landmacht. Maar vooral ook internationale samenwerking met Duitsland, maar ook met andere landen een extra impuls gegeven. En dat is zeer verdiend en daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn dat hij dat heeft gedaan. Today a great day for the Dutch Army and it was an honor and a pleasure for me to participate in such a moving ceremony and to see the change of command of the Royal Netherlands Army. We made great progress in the cooperation and integration of a joint effort of the Dutch Army and the German Army in tackling the challenges which are quite new and have arisen with the outbreak of the war in Ukraine. Ja, ik verklap natuurlijk niks nieuws dat de dreigingen in de wereld onvoorspelbaar zijn. Dat op dit moment de geopolitiek eigenlijk compleet geherschikt wordt. En dat ik gelukkig in Nederland steeds meer merk dat mensen begrijpen dat veiligheid niet voor niets is. Wij staan daar, de landmacht staat daar, de krijgsmacht staat er. Het zijn mensen die de moed hebben om het uniform aan te trekken. En dat is ook tegelijk wel een van de grote uitdagingen natuurlijk. Hoe zorgen we ervoor dat we genoeg mensen binnen de krijgsmacht krijgen, binnen de landmacht krijgen die uitdaging ook aan willen gaan.